Een gesprek over integratie met voormalig voorzitter van de deelgemeente Carlos Gonsalves. Dit na aanleiding van de discussie in Den Haag dat het woord allochtoon en integratie moet verdwijnen. Kijk, ik denk dat de integratievraagstuk... We moeten het ook de problemen niet groter maken dan het is. Weet je, het is waar dat het heeft tijd nodig. Integratie heeft tijd nodig. Als ik kijk naar de nieuwe generatie, laten we zeggen dat zijn de kinderen. We zijn eigenlijk al bezig in Nederland. Zijn we bij sommige groepen, dan hebben we het over de vijfde generatie al. Als we kijken naar de generatie migranten, arbeidsmigranten die in de jaren 70 naar Nederland zijn gekomen, dan hebben we het over de vierde generatie. Dat zijn mensen die hier geboren zijn. Dat zijn mensen die hier naar school zijn gegaan. Dat zijn mensen die de taal goed spreken. Weet je, dus moeten we daar nog gaan hebben over integratie. Hè? Aan de ene kant is het logisch dat mensen met een bepaalde culturele identiteit elkaar opzoeken. Dat gebeurt overal in de wereld. Nederlanders in Australië zoeken elkaar op. Nederlanders in Brazilië zoeken elkaar op. Dus ook daar zie je dus dat het een natuurlijk proces is dat mensen met eenzelfde culturele achtergrond, bepaalde tradities, elkaar opzoeken. En op zich is daar niks mis mee. Alleen het belang is dat iedereen probeert mee te doen aan die samenleving. Nou, ik zie dat al gebeurt. Ik zie dat al heel veel mensen op hun eigen manier een bijdrage aan het leveren zijn. Ik zie de universiteiten, zie je dus dat er veel studenten zitten met een migrantenafkomst. Op de HBO zie ik dat. Ik zie dat mensen ook als vrijwilligers in de wijk heel veel dingen doen. Weet je, dus ik denk dat we ons veel minder moeten focussen op de dingen die goed gaan dan op de dingen die slecht gaan. We hebben de neiging om steeds maar te blijven wijzen naar de dingen die nog niet goed gaan. En we vergeten al die dingen die gewoon heel goed aan het gaan zijn. En ik vind dat we hier in Rotterdam, zeker ook hier in Delfshaven, naar mijn gevoel zijn we de integratie ook al voorbij. Weet je, als we het gaan hebben over de eerste generatie, dat zijn mensen van 70, 80 jaar. En dan moet je afvragen van, die zijn hier naartoe gekomen, die hebben een rol gespeeld. En die mensen genieten nu van hun oude dag. En de tweede generatie, de derde generatie, de vierde generatie, daar mag je iets meer van verwachten. Maar omgekeerd ook. En dus integratie is een proces van aan de ene kant eisen stellen, maar je moet ook willen accepteren.